is ook een nieuwe video op de vloer. En vandaag ga ik spelen tegen Dirk. En Dirk is best wel een enge speler. Hij is best wel goed. Je ziet in zijn profiel. En wat wij gaan doen, wij gaan dus tegen hem spelen. Maar, en ik heb dit nog nooit geprobeerd, dus ik weet niet hoe dit gaat werken. Maar, wij gaan dus een balanced game doen. Je kan eens zien, your rate op min 1454. Dat is dus wel een heel groot verschil. Maar wij gaan dus kijken hoe het is als we een balanced doen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. We kunnen natuurlijk zelf bepalen hoe balance we doen. Maar we kunnen ook eerst even testen voor een auto-balance. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dirk zelf ook niet. En we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon zien. Play. Ik ben heel benieuwd hoe chess.com dit eerlijk gaat maken. Welke stukken haalt hij weg voor Dirk? Wow. Wow. Oké. Ja, hij heeft en geen dame, maar hij heeft nog meer dingen niet. Het is niet alleen niet de dame, het is dit. Oké. Succes. Ga ik dit verliezen? Dit is wel heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Hij kan deze pion, kan hij niet verdedigen met zijn paard aan de rechterkant, want die heeft hij niet. Dus hij moet of met zijn loper gaan doen, of met zijn pion. Succes, maat. Jij ook. We gaan het zien. Jij ook. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Hij gaat het toch niet verdedigen met zijn paard. Oh, maar ik val hem nu ook nog niet aan. Nou, dan verdedigen we onze pion. Ik ben heel benieuwd. Dit is eigenlijk best wel leuk. Waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Waarom heb ik dit nooit eerder in de comments voorbij zien komen? Dit is echt een leuk idee. Oké. Hij moet natuurlijk anders spelen. Zijn hele rechterkant is weak natuurlijk. Hij kan wel gelijk castelen. Hij kan wel gelijk castelen. Ik denk dat het nu sowieso handig is om zo snel mogelijk dingen te gaan traden, zeg maar. Het is een hele andere soort manier van spelen. Want wij kunnen nu... wij kunnen zijn F2-pion kunnen wij aanpakken. Die staat nu gewoon vrij. En die kan hij onmogelijk verdedigen. Dat is wel heel oneerlijk. Hoe is... Dit kan niet eerlijk zijn, toch? Het is voor hem onmogelijk. Chess.com denkt wel dat ik heel slecht ben, want dit... Wacht eens even. Voordat ik dat doe... Doe ik eerst dit. Want als hij dan mijn pion pakt op F7... Dan ben ik niet zo blij, maar dan moet ik mijn king bewegen. Dus ik doe eerst dit, voordat ik die pion pak. Doe ik eerst dit. Hij is kansloos. Dirk is kansloos, jongens. Hij is kansloos. Dit kan ik niet verliezen. En als we dit winnen... Volgende video gaan we het weer tegen Dirk opnemen. Maar dan doen we zijn queen weg. Dan doen we zijn queen weg. We moeten eerst dit nog winnen, überhaupt. Hij doet dat. Die stond vrij. Waarom dek je die niet? Oké, hij gaat me aanvallen op die manier. Gaan wij dan gewoon rustig. Ik denk dat we dan gewoon weer helemaal weer terug gaan. Dus gewoon even een snelle pick-up van die pion. We gewoon even rustig die pion opgepakt. Zijn we weer terug. Gewoon even tik-tak. Pionnetje opgehaald. Niks aan het handje. Oké. Wat we dan gaan doen is... ik denk dat we gewoon voornamelijk moeten aanvallen. Dus we gooien zo gewoon even die paard eruit. Gaan we eerst... Pak, hij pakt, moeten we weg. We moeten zo ze pakken, want we willen niet straks... Ja. Kijk, we pakken... Oh wel, we kunnen gewoon... Oh nee, wacht. Als wij pakken, pakken... Ja, maar ik wil juist wel traden. Dit wil ik. Ik wil dit juist. Ik verlies nu wel een stuk, dat snap ik. Maar hoe minder stukken hij heeft... Hoe moeilijker het gaat worden voor hem. Dat is mijn gedachte hierachter. Ik snap dat ik daar dat een verliezende positie... Of in ieder geval dat ik daar een stuk aan het verliezen was. Dat had ik door. Ik ben niet dom. Maar ik denk gewoon alsnog, ondanks dat ik dingen verlies... Nu, zeg maar, voordat het potje begon... Ik denk dat het juist handig is. Hoe minder stukken hij heeft, hoe meer onmogelijk het voor hem is. Dus. En ik denk dat hij dat ook wel weet. Maar ja, hij had die trade moet hij doen natuurlijk. Ik denk dat hij nu zijn toren naar E1 gaat doen. Want... Als ik nu zijn pion pak daar, pakt hij met zijn... met zijn toren pakken wij met zijn queen. Ja, wat ga je dan doen? Wat zal je dan doen? Ik ben best wel tevreden over hoe het er nu voor staat, als ik eerlijk ben. Zie je?
had het door. Dus dat gaan we niet doen nu. Wat wij wel gaan doen is even de krasselen. Hebben we dat in ieder geval gehad? Ja. Even denken hoor. ja. Gewoon even daarin denk ik. Gaat hij waarschijnlijk weer doorstappen. En dan pakken we hem hier mee. Hij heeft er zin in. En we zijn onze paard kwijt. Oké. we zijn onze paard kwijt. Maar trouwens... Oh, maar nu doet hij die naar voren en dan zijn we hem helemaal kwijt. Wat ik wou doen, ik had helemaal niet weg moeten gaan. Hij had sowieso mijn paard helemaal niet gepakt. Want dan had ik zijn toren gepakt. Dus mijn paard stond eigenlijk safe. Dus ik was daar in de stress tot het eigenlijk niet nodig was. Zou ik wat doen? Ja, jullie snappen wat ik bedoel. Ja, dus... En nu, dat doet hij heel goed. Nu staat hij gedekt door de loper. Dus nu kan ik het niet meer doen. Wat nou? Als wij dit doen. Daar gaat zijn plannetje. Kijk maar. Nu gaat hij zijn loper verplaatsen. Waarschijnlijk. Nee, dat gaat hij niet doen. Kijk. Oh. Soms denk ik dat ik hem te slim af ben. En dan vergeet ik dat ik tegen iemand speel met 2200. Nu moeten wij hem gewoon pakken. Maar dan gaat mijn plannetje. Want dan ben ik die pion kwijt die daar staat te chillen. Maar ja, het is maar eventjes zo. Trouwens, we kunnen wel zijn toren pakken daarna. Dus ik weet niet of hij wel... Misschien gaat hij gewoon zijn loper verplaatsen in plaats van... Het is wel grappig dat ik alsnog echt zo erg aan het nadenken ben. Maar nu, deze... Die kunnen... Ja, zie je. Oh, oké. Okay. Nu dekt hij niet meer die pion. Dus we kunnen nu... Wacht. Oh, nee, we hebben twee roepen. Ja, ik dacht even dat ik daar misschien een hele gekke meet op me gepakt zou hebben. Als ik iets niet zou doen. Maar hij gaat sowieso niet. Want je moet oppassen altijd met die meet, zeg maar. Als die toren hier staat. Even de toren. De koningin staat met drie pionnetjes ervoor. Dit zijn wel leuke video's. Kijk, ik ben misschien niet heel goed in straker. Maar dan kan je wel dit soort video's maken. Dus dat is wel leuk. Hij gaat sowieso zijn toren verplaatsen. Maar waarheen is voor hem natuurlijk de vraag. Ja. Gooi het dubbel. Dan lijkt mij het nu verstandig om, denk ik... Dit gaan aan te vallen. Dan moet hij weer weg. Wacht, stel hij doet dat. Ja. Bam. Ja, dan zijn ze safe. Ah, die loper. Kom, even nu serieus. Even nu heel serieus. Het valt nog best wel mee trouwens, hoeveel hij achter staat eigenlijk. Ja, hij staat hier wel die queen achter. Maar hij staat nog maar 9 achter. Hij maakt die comeback, jongens. Oké, okay, jammer. Ik denk dat hij best wel op een gelijk spelletje zou kunnen gaan spelen op zich. Als je erover nadenkt. Even kijken. Ik vertrouw het niet helemaal daar, wat daar aan de hand is. Ik vertrouw niet, die dubbel rook. Voor mij wil mij daar meten op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat kan trouwens, maar... Oké. We kunnen... Oh, wacht eens even. Ah nee, die loper staat daar gedekt. Anders had ik dit kunnen doen en dan had ik hem... Ik kan ook wel dit doen. Dan fork hem toch gewoon, of zie ik hier iets verkeerd? Dat is gewoon een fork. Toch? Hij kan ze niet allebei beschermen. Of wel? Jawel, dat kan niet natuurlijk. Dit is heel dom. Dit is heel dom! Ik heb het nu pas door hoe dom dit is eigenlijk. Want als ik een van de twee pak, dan pakt hij natuurlijk... Ik speel niet scherp vandaag. Dat is duidelijk. Maar... Ja. Ja, maar ja. We spelen niet heel scherp vandaag. Wat we wel nu kunnen doen, is misschien dit. Dan kunnen we... Oh, die staat gepind. Een beetje vervelend eigenlijk, hè.
Dit is volgens mij wel weer een goede play. Want nu is hij één van de twee toch kwijt. Of gaat hij iets anders doen? Dit was geen goede exchange voor hem, neem ik aan. Of wel? Het is toren voor toren. Vind ik prima. Oké. Wij hebben een queen, hij heeft een loper. En wij hebben drie pionnen meer. Dit kunnen wij niet verliezen, toch? Even schaak zetten is altijd goed. Schaak zetten is altijd goed. We hebben 5 minuten. Ook gewoon niet stressen. We hebben alle tijd van de wereld. Stel wij doen dit. Stel. Als hij een pak met zijn loper, dat gaat hij niet doen. Stel, hè. We doen dit. Wat gebeurt er nu? Oké. Hiermee... We moeten gewoon die loper even van het bord halen. Kunnen we niet gewoon letterlijk straks zo doen of zoiets? We moeten die pion blijven dekken. Terwijl we die loper van het bord halen. Dit is zo anders schaken normaal. We kunnen ook... Wacht, wat als we queen hier doen? Dan pakt de toren mee, ja. Maar... Nee, wat als... Nee. We moeten onze queen ten alle tijden moeten we die behouden. Ja, maar... Kijk, als we dit doen, gaat hij misschien met zijn koning 1 naar voren, toch? Nee. Dat doet hij niet. We moeten jagen... die loper. Kijk, wat we ook gewoon kunnen doen... Oh ja, dat kan nog steeds niet. Daarom wou ik die loper weg hebben. Dat was ik even helemaal vergeten. De reden was dat ik die loper weg wil hebben. Zo... We kunnen ook gewoon met deze twee gaan lopen. We moeten gewoon even... Dit vertrouw ik niet helemaal. Toch? Kijk. Ik heb zo'n gevoel dat dit niet goed gaat. Ik weet niet waarom. Ik heb zo'n gevoel dat dit niet goed gaat op een gegeven moment. Kijk. We kunnen hem ook gewoon een beetje schaak gaan zetten. Oké. Kijk, als wij nu gaan lopen via de linker... Kijk, op deze manier... Gooien we wel... We moeten een extra stuk... We gaan op deze manier niet winnen. Trouwens, het is gewoon een gratis pion daar, maar dan... Ja, waarom pak ik die trouwens niet? Zo, dat was ook niet slim van mij. Die had ik gewoon nog moeten pakken daar. Nou, maar niet. Ja. We moeten een nieuwe queen krijgen. Ik denk op deze manier dat het gewoon een gelijk spelletje gaat komen. Dat dacht ik even niet. Dit ziet er wel goed uit. Dit ziet er goed uit, jongens. Gaat hij die pion beschermen? Gaat hij met zijn koning naar C1? Om die pion te beschermen? Nee. Kijk, als ik dit doe, staat die schaker kan nu niet naar achter, want hij staat gedekt. Dit was een goede play. Dit is goed. En dan? Ja, dan weet ik het niet heel goed eigenlijk nog wat ik moet doen. Oppassen. Nou, een pad trouwens. Dat gaat sowieso niet gebeuren. We gaan nu die lopen onder druk zetten. We hebben ook deze pion die we kunnen laten lopen, hè?
Oké. Dus lopertje weg daar. Waarschijnlijk houdt hij hem wel in deze diagonaal, want anders kan ik deze pakken natuurlijk. Dus hij gaat niet naar C2 of C1. Hij gaat waarschijnlijk naar al die andere dat hij kan. Moeten we niet eventjes Dirk gewoon wat vaker schaak gaan zetten? Zolang we onze... Hij kan toch mijn toren niet pakken. Zolang we onze toren niet op een wit vakje hebben, zijn we sowieso... Ja, ik vertrouw dit niet. Schaak. Dubbelschaak. Waar kan hij heen? Moeten we die loper pakken? Die loper moet weg, jongens. Die loper moet weg. Dit is toch best spannend. Dit is echt mega... Het is ook echt ultra balanced. Het is gewoon... Chess heeft het best goed gedaan. Dit is gewoon mega balanced. Je ziet hoe spannend potje er nu is. Oké, wat nou als we gewoon lopen? Misschien is dat... Ik dacht nu niet heel lang na. Maar als je gewoon gaat lopen, nu is het toch gewoon klaar? Hij gaat nu sowieso terug met zijn toren. Hij moet terug met zijn toren, lijkt me. Maar wat nou als we dan straks daarna de queen hier doen? Hij moet dan... Ja, we doen de queen hier. Als hij terug gaat met zijn toren... Kijk, op deze manier kunnen wij een queen krijgen. En dan is zijn toren weg. Of hij pakt er niet, maar ik neem... Jawel. Dit is goed. En we hebben ook nog deze pion. Dit komt goed, jongens. Wat hij nu waarschijnlijk gaat doen, is mij onder druk zetten. Dus mij een paar keer schaak zetten. Als hij me schaak zet met zijn toren. Waarom doe je dit? Oké, queen. Ik weet het even niet goed. Ik heb dubbel queen hier. Dit kan niet misgaan. We gaan voor de triple queen. Ik hou hier niet van. Ik weet wel wat ik moet doen. Ik moet op een gegeven moment schuilen achter mijn queens. Wacht, wat? Waarom kan ik hem ook niet schaak zetten? Het is echt vervelend. Dat die koning van hem op mijn lijn staat. Ja, nu is het afgelopen. Nu staat mijn koning een beetje veilig. Ik denk dat ik hem daarheen doe. Even beginnen met die... met hem schaak zetten. Maar zijn koning staat heel irritant.
Ik denk dat ik de queen ga sacrificen. Stel, ik doe dat. Hij pakt hem natuurlijk. Ja, sacrifice de queen. Dit is een laatste kans. Yes, 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 eindelijk. Dirk, je bent een strijder. Bedankt je. Je hebt me nog ontzettend lastig gemaakt. Dit gaan we nog een keer doen, maar dan iets makkelijker. Dus we gooien gewoon bijvoorbeeld alleen de queen weg en wat pionnetjes of zo. We kunnen het helemaal maken zoals we willen. Maar dit kan een serie worden. Floris tegen Proost, maar dan met een twist. Ik vond dit superleuk. Dirk, je bent een zieke strijder. En we gaan Dirk ook binnenkort zien in de Pro vs Pro. Die gaat het opnemen tegen Vos Reinier. En jongens, ik hoop dat je een leuke video mag kijken. Dirk, nogmaals super bedankt. Je bent een zieke strijder. Je bent een insane goede speler. Ik zie je in de volgende video. En tot dan, mensen.